Hoi, ik ben Anne. Ik studeer vaktherapie beeldend aan de Hogeschool Utrecht hier in Amersfoort. En ik ben Henriette, 24 jaar. Ik studeer vaktherapie muziek aan de Hogeschool Utrecht in Amersfoort. Ik heb gekozen voor de opleiding omdat ik gedrag van mensen en muziek heel interessant vind. Ik heb voor vaktherapie beeldend gekozen omdat ik al wat levenservaring heb, wat obstakels ben tegengekomen en wel altijd heel creatief bezig ben geweest, maar geen kunstenaar wilde worden. Nu leer ik hier problemen op te lossen door middel van creativiteit. En daar hoop ik andere mensen mee te kunnen gaan helpen. Oké, dan ga ik nu iets laten vallen en dan mag jij zeggen of dat fijn is of niet fijn. 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 Oké. Niet fijn. Wat kun je nu zeggen op basis van de observaties die je tijdens de uitvoering van de werkvorm gedaan hebt? Wat we gezien hebben is dat hij moeilijk tot zijn gevoel kan komen en er moeilijk woorden aan kan geven. Ik wil je wat laten zien. Dit is ons muzieklokaal. Wat ik leuk vind aan deze opleiding is dat er verschillende kunstdisciplines, dus niet alleen beeldend wat ik doe, maar ook muziek en drama, samenwerken en dat je heel veel leert van elkaar, van verschillende leeftijden en goed contact met de docenten. Wat ik bijzonder aan de opleiding vind, is dat ik mezelf heel goed heb leren kennen, dat ik naar mezelf kan kijken en dat ik dit kan toepassen in de beroepspraktijk als ik later therapieën zal geven aan mijn cliënten. Vandaag gaan we het hebben over sociaal-zakelijk ondernemen. Kamer van Koophandel is heel belangrijk om je daarin te schrijven. Ik vroeg me eigenlijk af wat voor verzekeringen ik allemaal moet afsluiten. Verzekeringen die je moet afsluiten? Ja, dat zijn er heel wat. Is er iemand bij jullie, of tussen jullie, van wie dat? Ik vind het leuk aan de opleiding dat de docenten je persoonlijk kennen en dat ze weten wie je bent, dat onthouden. Er zijn best veel studenten natuurlijk, omdat het is een groot gebouw, maar de opleiding is kleinschalig. Ik vind het prettig dat de lokalen buiten de lessen om ook beschikbaar zijn om bijvoorbeeld met muziek te oefenen. Ik neem jullie mee in praktijkgericht onderzoek. Practice-based evidence en evidence-based practice. We hadden onderzoeksbenadering. Na mijn studie wil ik in eerste instantie voor een werkgever werken om ervaring op te doen. Daarna wil ik psychologie gaan studeren en onderzoek doen naar hersenen van mensen en muziek. Voor deeltijdstudenten worden alle lessen op één dag gegeven. En dus sta ik nu op de boot weer terug naar huis, naar Texel, waar ik woon. En waar ik volgend jaar hopelijk met alle opgedane kennis mijn eigen praktijk kan gaan starten. Goed luisteren en kijken naar mensen. Mensen met psychische problemen behandelen. Samenwerken met andere deskundigen. Kritisch naar mezelf kijken. Mij goed inleven in anderen. Mijn kunstvak inzetten in verschillende therapieën. Geduld hebben en flexibel zijn. Kennis hebben van de ontwikkeling van mensen en de belemmeringen hierin. Je eigen visie en mening kunnen onderbouwen. Zelf actief zijn in drama, beeldende vorming of muziek. Openstaan voor mensen en niet snel oordelen. Zelfstandig en ondernemend zijn. Iets voor jou?